Jeroen neemt zijn tijd om een keuze te maken. Zijn dames kunnen niet anders dan bang afwachten. Wie mag er mee op date en van wie neemt hij afscheid? De kogel is door de kerk. Ja. Het was moeilijk. Moeilijk. Ja. Ja. Zij hebben het u niet gemakkelijk gemaakt. Ja. Ja. Je hebt er 5 in je hoofd. Mm-hmm. 5 ja. dames die je graag nog beter wil leren kennen, waar je mee op date wil gaan. Mm-hmm. Dan mag je de eerste naam zeggen die we zeker en vast gaan terugzien. Dat is Stefanie, die is er niet meer. Maar die gaan me dan opbellen en zeggen dat ze erbij is. Oké. Goed. Wie is de volgende die jij heel graag wil meenemen op date? Hij heeft Sabita een beetje een klik gegeven, geloof ik. Dus Severin. Dank je. Ja. Proficiat, Severin. Aan de ene kant zou het willen uitroepen en uitschreeuwen en zo, maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ik moet eerst nog wel bezinken en we zien wel wat er komt. Dan mag je nummertje 3. Ja, of de... die was ook op de manier. En dat was ook zoiets van, dat is wel leuk en dat je van vandaag bevestigt, dat zie je. Ik ben super blij dat ik erbij ben. Ik ben echt over de moon. Wie is de volgende? Die heeft er een schoon pakketje bij gehad. Er zijn er nog 2 flessen in die we drinken. Dus ik geloof dat ze het weet wie dat is. Dat is Joël. Ik heb er toch al een aantal dagen van wakker gelegen, omdat ik daar toch wel heel hard mee bezig ben. Maar ik hoop dat ik vandaag toch wel iets beter kan slapen. Dames, gaat het nog met de spanning? Jeroen mag nog 1 meisje aanduiden. Ik wil toch al zeggen dat... Wacht, dat ik het... maak nog een keer een minuut. Ja. Nadenken? Ja. Wil je nog even nadenken terug? Ja. Zijn aan het twijfelen? Ja. Allee, kom dan even mee. Nog meer spanning. Ja. Je bent aan het twijfelen, want je ging nu... Wat ging je nu zeggen? Met Ali. En je twijfelt nu? Met Ine. Ja. En waarom? Omdat je ze dan zag zitten? Ze zaten daar, naast elkaar. Ik heb ook gekeken. Ja. En dat was een beetje van zo... Tjuf. Ik dacht wel... Tjuf, ik weet niet. Ja. Op een keer was ze zo van... Ja, van meer zonnebril er zo op. En je had ineens zoiets van wauw. Ja. Ja. Wil je nog even een minuutje om erover na te denken? Zo, ja, ja? Oké, ik ga ze hier, alsjeblieft. Of, denk even rustig na en roep me maar als je me nodig hebt. Ja, hè? Is oké. Zo gaat dat in de liefde, hè? Dat is niet altijd zo duidelijk. Een rollercoaster aan emoties. Ik zie er weer. Allee, vooruit. Dan. Zullen we het maar laten weten, hè? Ja. Wie het geworden is. Ja, is goed. Goed, want je was aan het twijfelen, hè? Ja, ik was aan het twijfelen. Ja. Maar ik moet niet zeggen over wie het weer was. Nee, dat moet je niet zeggen. Goed. Nee. Oké, de laatste naam. Wie mag er nog met jou mee op date? Uit Denemarken, Ine. Proficiat. Dankjewel. Het is natuurlijk leuk dat ik erbij ben, want ik ben speciaal uit Denemarken gekomen. Dankjewel. Alsjeblieft. Nu was het wel zeker de moeite waard natuurlijk en ik ben super blij.